Hallo spraakmollies, Nicky hier en welkom dan weer bij deze nieuwe aflevering van Wie is de Mol? Aflevering 3. En laten we maar snel weer overgaan naar de eerste opdracht. Opdracht 1. En opdracht 1 is sleutelbos. En in deze opdracht kunnen ze maximaal maar 2000 euro voor de pot verdienen. Hierbij werden alle kandidaten vastgebonden met een ketting aan een boom en moesten dus verschillende kokers openmaken en zo verschillende soorten geldbouilletten met verschillende namen overspelen naar elkaar. En ik zal jullie nu het overzicht laten zien van waar precies alle kandidaten stonden, dus het schema. Die zou ik jullie nu laten zien. Ook had Peggy in deze opdracht 4 sleutels vast. Zou ze misschien voorkennis hebben en weten welke sleutels ze toevallig nodig had om de sloten open te maken? Wie weet. In deze opdracht verbergt ook nog Jeroen een geldbouillet voor de andere kandidaten. Tycho vormt op de foto ook weer 2 veeën, die samen de M lijken te vormen. Zou dit dan dus een hele geheime en wijze hint zijn van Tycho dat hij de mol is? Wie weet. Opdracht 2. En opdracht 2 is meer of min. En in deze opdracht is er maar maximaal 2000 euro te verdienen voor de pot. In deze opdracht kreeg Ellie, die op dat moment was aangewezen als nieuwe penningmeester, 2000 euro van Rick. Maar daarbij moesten ze wel iets doen. En dat was dat ze in 2 groepen moesten. De eerste groep in de uitkijk en de tweede groep moest lopen door het dorpje heen. En ze moesten dus verschillende soorten ramen openmaken. Of rode ramen waar min 200 was. Dus min 200 voor de pot. Die moesten ze dus openmaken. En hierbij is het alle kandidaten gelukt om 1000 euro weten te behalen voor de pot. Maar helaas geen 1000 euro erbij. Omdat er niet genoeg ramen open waren. Peggy is als enigste die zegt dat de rode luiken dicht moeten blijven in plaats van open. Een hele slikse molactie. Want een mol wil juist geen geld verdienen voor in de pot. Kijk maar mee. Daar is min 200. Die moeten we dus niet omdraaien. Nee. In een bordje met min 200. Dat is een luik. Die moeten we dus niet omdraaien? Die mag open. Wat zeg je? Die mag opengezet worden. Het luik moet open. De afleveringstitel voor deze aflevering is Besluit. Ellie staat voor het besluit. De titel van de aflevering. Ellie moet kiezen met wie ze een bondje wilt sluiten. Wordt het Jeroen of Patrick? Opdracht 3. En opdracht 3 was fortuin? Vraagteken. En in deze opdracht konden ze maximaal met 1600 euro voor de pot verdienen. Aan het begin van deze opdracht pakten alle kandidaten een sloopkogel en die gebruikten ze om de deur te openen. Kijk maar eens mee. Hoe kom je nou traditioneel fort binnen? Rammen! Even vaart maken en dan gaat hij. En bonk! Bonk! Waarbij ze meteen nadat ze de deur openden in 2 groepen moesten en zo naar de top van het fort toe moesten lopen. Zo fakkels moesten pakken, dus brandende fakkels. En die naar beneden gooien op een soort van barbecue. Of een soort van kolen. Nog wat. En hierbij is het maar 1 team gelukt om alle 4 de kolen of barbecues aan te krijgen. En het andere team niet. Die had net 3 in plaats van 4. Dus het eerste team die had gewonnen bij die opdracht. Die mochten dan 2 schilden meenemen. En die schilden leverden extra geld op voor de pot. Als ze die later in deze opdracht nog
goed zullen beschieten met pijlenboog. Of met pijlen. Hierbij lukt het Jeroen, Nicky, Patrick, Pecky, Horace om alle pijlen goed te schieten in de schilden tijdens de opdracht. Kijk maar eens mee. Ik blijf mezelf verbazen. Ik heet niet voor niks Nicky de Jager. Horace geeft aan het eind van deze opdracht nogmaals eens extra geld aan de penningmeester. Wat op zich een hele rare actie is. Want waarom zou je opeens op dat moment geld uit je broekzak halen en die geven aan de penningmeester? Dus dit is sowieso geen molactie, want de mol wil juist geen geld in de pot. En waarom geeft Horace dan juist geld aan Ellie? Geen flauw idee. En ja, laten we dan maar eens overgaan naar de Wie is de Mol app. Dus ja, kom maar mee. Poeltak. Zo, en we zijn nu weer bij de polls van de Wie is de Mol. En er is één iemand bijgekomen. En dat is de poel, kom er gezellig bij. Van God lief Dieke of zo. En deze mensen zitten er dan allemaal in. Er zijn er heel wat mensen, hè? Nou, bij uitnodigingen staat er niks. Het verdenkspel. Ja, ik denk toch dat ik de helft van mijn punten ga inzetten op Tigo weer. Hij komt nu echt wel verdacht over. En Ellie, ja, ik weet het niet. Zij wordt ook al verdacht, maar ik verdenk haar gewoon niet. Nicky is te dom om verdacht te worden. Ron zou misschien kunnen. Patrick sowieso niet. Anders zet ik mijn punten maar in op Rob, hè. Nou, we gaan zien of dit weer een verstandige keuze is, hè. Dus punten insturen. En ja, dan is dat alweer gedaan, hè. Dus dan gaan we maar weer verder, hè. Maak de testvraag. Oké, dat gaan we dus nog een keer doen in deze aflevering. Met wie vormde de mol een duo in het dorp tijdens de opdracht meer of min? Nou, dat was dus de mol stond op het uitkijkpunt, wat ik verdenk Tigo en Ron. En die stonden alle twee op het uitkijkpunt in plaats van dat ze door het dorp aan het lopen waren in duo's. Dus weer insturen. Je antwoord is ingestuurd. Aan het eind van het seizoen zie je welke. Ja, bla 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 bla. Je weet wel. En dan gaan we nu naar de verdenkingen met wie Nederland op dit moment het meest en het minst verdenkt als mol. En het meest verdacht deze aflevering wordt Horace. En het minst verdacht wordt nu juist Patrick. En dan zullen jullie je nu misschien wel weer afvragen, hoe zou de executie gegaan zijn? Nou, hierbij kregen alle kandidaten een groen scherm, behalve Ron, Horace en Patrick. Want die moesten als laatste overblijven voordat ze hun scherm kregen te zien. De laatste drie. En hierbij was uitgebleken dat Horace heel laat het spel moest verlaten. Nee, mijn mol is eruit. Oh nee, Horace is naar huis. Oh, wat erg. Ja, oh, wat erg. Ik verdacht Horace nou echt als mol. Dus dat Horace eruit is, had ik echt niet verwacht. Maar dit is ook het spelletje. En ja, ik laat jullie nu zien. Ik heb ook een deel van mijn punten verloren in de Wie is de Mol app.
Dus ja, jammer. Ik wist dat het een keer zou gebeuren. Dat ik op iemand zou stemmen die eruit zou gaan. Maar we gaan zien hoe het verder loopt in het loop van het seizoen. Ik had mijn andere punt juist op Tigo ingezet en die bleef zitten. Dus ik heb nog wel punten over om door te gaan in dit seizoen om in te zetten in de kandidaten. Want ik ben zo slim geweest om verspreid in te zetten, zoals jullie in aflevering 2 zagen. Dus ik hoef niet bang te zijn met dat ik niet meer kan meedoen in de Wie is de Mol app, of dat ik geen punten meer heb. Nou, heel jammer. Eén van jouw mollen is afgevallen. Je inzet op deze kandidaat ben je kwijt. De rest wordt verdubbeld. Nou, oké. Okay. 200 op Tigo, dus ik krijg er nog 200 extra bij. Gaan we eens even kijken. Hartstikke jammer. Mijn eigen pool. Sta ik nu op de tweede plek. Nou, Lauratje heeft ook min 50. En Waffie, die mannetje, staat op 0. Oké, dat heb ik nog niet eerder gezien. En ja, dan kun je denken, kun je dan überhaupt nog meedoen in de Wie is de Mol app als je 0 punten meer hebt? Denk van niet, maar zullen het zien. Dus dat zijn een beetje de standen nu in de Wie is de Mol app. Nou, jullie zien het, hè? En vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan een blauwe duimpje omhoog. Abonneren kan natuurlijk hieronder. En volg me ook op Facebook onder de naam Spraakwater. Want dat zou ik heel erg leuk vinden. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn in Formule 1 video's, dan zou ik jullie doorverwijzen naar mijn tweede kanaal NickyGool12. Want daar livestream ik soms om de 1 of 2 weken een video van de Formule 1 in GTA 5 online. Waar je ook in live chat kan praten. Dus met mij rechtstreeks in contact kan komen als ik dat aan het livestreamen ben of dat aan het racen ben. Dus ja, vinden jullie dat ook leuk of willen jullie me dan ook spreken? Abonneer dan ook op dat kanaal, NickyGool12. Linkje staat in de beschrijving. En klik ook op dat rinkelende belletje. Want dan mis je geen enkele melding als ik de volgende keer weer een nieuwe video maak. En dan zeg ik hierbij, doei, tot de volgende keer. Tjus, bye bye.